is van juf Sonja. Allee, ja, toch de 10 oudste kindjes, hè? Om hier te laten. Want jullie zijn net met 10. Zwaar, hè? En jullie krijgen vandaag een diploma. En wat voor een diploma, Dario? Wat voor een diploma krijg je? Kleuters. Dus jullie krijgen vandaag jullie kleuterdiploma. En we hebben daar heel lang over vergaderd om te zien of jullie allemaal een diploma krijgen. En we hebben beslist. Sonja, top. Jullie krijgen het allemaal. Jullie mogen volgend jaar naar het eerste leerjaar. Spannend, hè? En wat gaan jullie leren in het eerste leerjaar? Schrijven, lezen, rekenen. Hoe je boeken moet lezen. En nog zoveel meer. En jullie krijgen dan ook nog iets van mama en papa. Een grotere boekentas. Hebben jullie het al mee? Ik heb al een vast. Dus 1 september hebben jullie allemaal een grotere boekentas mee. En dan gaat het van start. Want dan gaan jullie allemaal die nieuwe dingen leren. Een pennenzaak enzovoort. Dus dan gaat het heel spannend worden. En dan moeten jullie ook natuurlijk een beetje huiswerk maken. Ik kan jullie beloven dat jullie dat allemaal heel goed gaan doen. Ja, dat heb ik ook. En ik heb op jullie diploma een heel mooi tekstje staan. Ik ga dat nu eens voor jullie lezen. Je kleutertijd zit erop. Hier ben je nu klaar. We hebben veel plezier gehad met elkaar. Knippen, plakken, vouwen, knutselen. Tekenen, bam. Verven, turnen en ook zingen. In de kleuterklassen leer je heel veel dingen. Nu ga je nieuwe dingen leren. Lezen, rekenen en ook schrijven. Want je kunt niet eeuwig in de kleuterklas blijven. Denk later nog maar eens terug hoe fijn het was met alle kinderen van je klas. En moet je weten, wij hopen dat jullie ons, de kleuterjuffen, niet zullen vergeten. Maar dat gaan jullie ook niet doen, denk ik, hè? Ja. Ik vind van jullie dat jullie eens een groot applaus mogen geven voor jullie kleuterjuf, want die hebben jullie heel veel geleerd. En daardoor kunnen jullie nu naar het eerste leerjaar. En dan gaan we nu over naar het officiële stukje. Want jullie krijgen je diploma en je krijgt ook nog heel klein mini t-shirtje. En wat staat daarop op dat t-shirtje? De zonnebloem. Dat kennen jullie, hè? En wat nog? Daar staat op een fijne start in het eerste tuur. Dat krijgen jullie ook mee. En als je in het zesde zit, in het zesde leerjaar, en dan krijg je nog eens een diploma. En als je dan een diploma krijgt, dan wordt het t-shirtje een klein beetje groter en dan is het een wit t-shirtje. Dus de kinderen van het zesde leerjaar, je moet maar eens gaan kijken als je op de website of op de blog gaat kijken, die hebben ook zo'n t-shirtje gekregen, maar een wit. En daar staat niet op, succes in het eerste leerjaar. Daar staat op
Succes in het eerste middelbaar. Hè? Dan moeten ze naar een andere school. Hè? Ja, klopt. Goed, ik ga jullie nu het diploma geven en ik ga de micro aan de juf geven. Ik kan zij de namen even afvoeren. Ja. Op. Ja. Ja. Allemaal. Ja. Kijk eens allemaal wat je schermt. Allemaal een stap, een grote stap naar de kant van. Ja. Prima. Ja. Priel. Isaac. Brik. Zario. Allemaal je diploma en een t-shirtje gekregen. En ik vind van de andere kleutertjes dat wij nu eens een dik applaus ja. moeten geven voor deze kleutertjes. Applaus. Ja, applaudisseer maar even. Proficiat allemaal. Door corona. Maar ik vond het zo fijn om na een gemis van 2 maanden jullie 15 mei weer terug te zien in mijn klasje. En jullie waren eveneens ook allemaal heel gelukkig en enthousiast, hè, dat jullie nog eens terug eventjes naar jullie vriendjes konden komen. Ons jaartje was echt leuk. We hebben ervan genoten. In het begin is het altijd eventjes wennen om jullie te leren kennen. Maar één voor één ben ik voor jullie bezweken. Stapje voor stapje heb ik jullie zien groeien en openbloeien. Jullie hebben iedere dag een lach op mijn gezicht getoverd en voor altijd een plekje in mijn hart veroverd. Jullie hebben heel goed gewerkt en jullie zijn er klaar voor.
klaar voor een nieuwe stap. Ik ben zo trots op jullie. Veel plezier in jullie grote klas. En denk af en toe nog eens terug hoe het hier in de kleuterschool was. Die voetjes. Dikke kus. En tot volgend schooljaar. Want dan kom ik op bezoek in het eerste leerjaar. Nu, we hebben dus nog een speciaal liedje geleerd. Hè? Als afscheid. Goed luid zingen, hè? Oké, Dario. Goed kijken naar de kindjes, hè? Straks start de grote vakantie. Het schooljaar is gedaan. Dat is dan ook een kansie om even stil te staan. Starten in de derde klas, niet weer bij de peuters. Met een nieuwe boekentas werken wij de oudste peuters. Het is maandag. Het is bijna gedaan. Kijk eens goed naar de kalender, zie je woensdag al staan. Het is maandag, nog een keer voor maand. De vakantie komt eraan. Je naam en letters noteren, dat vonden wij al fijn. Vlog van ons passeren, wat was dat een festijn. Bonjour mama, bonjour papa, we kennen het allemaal. Het feest van oma en opa daar in die grote zaal. Het is maandag, het is bijna gedaan. Kijk eens goed op de kalender, zie je woensdag al staan. Het is maandag, nog één keer kom aan. De vakantie komt eraan. Samen met vriendjes spelen op de speelplaats in de klas. Geen tijd om ons te vervelen, maar kiezen uit de kast. Ga spelen in de hoeken en werk je hier en daar. Nu is het tijd voor boeken. Weer Sophie, we zijn klaar. Het is maandag, het is bijna gedaan. Kijk eens goed naar de kalender, zie je woensdag al staan. Het is maandag, nog één keer per maand. De vakantie komt eraan. Ik kan het niet heel hard roepen met Sophie. Dat is zo groot, dat venster staat. Dat is nou wel een kom. Juf Sophie? Ja.
hartstikke ontvangst.